Dag dames en heren en welkom bij Ongezouten, de podcast van gezond.be. Met vandaag als onderwerp een woord waarvan we hopen dat we het nooit moeten horen tijdens een doktersbezoek. Kanker, inderdaad. En we praten erover met oncoloog Christel Fontaine van het UZ Brussel, Raoul Van Renterghem, Veronique Van Damme en ook Jeff Van Loo. Dag samen. Dokter, laat ik met u beginnen. Ja, oncoloog, voor mensen die niet goed weten wat doet een oncoloog precies? Wij behandelen dus de gezwelziekten, maar dus de kwaadaardige gezwelziekten. De goedaardige gezwelziekten, ja, die worden meestal gewoon weggenomen door de chirurg. Ja. Dus die zien wij natuurlijk niet. Maar de patiënten die geconfronteerd worden met kwaadaardige, dus de maligne, gezwelziekten, aandoeningen, die komen dus bij ons terecht. Ja, jullie gaan dan kijken welke behandeling dat er kan? Ja, dus meestal natuurlijk hebben we eerst de chirurg aan het werk, die dus het gezwel kan wegnemen. En dan na de operatie heeft de patiënt ofwel nodig radiotherapie, dus dat is bestraling, of chemotherapie, of beiden. Dat is afhankelijk welk orgaan dat aangetast is. Heeft de patiënt van bij het begin uitzaaiingen, dan zijn wij direct aan de beurt. Ja. En moeten wij dus beslissen welke behandeling het beste is voor de patiënt met de beste overleving. Oké. En er wordt ook veel gesproken nu over die immuuntherapie. Wat voor een therapie is dat dan weer? De immuuntherapie, dat is een enorme hype. Dat is dus de laatste klasse. De eerste klasse heb je de klassieke chemo. Dus de scheikundige producten die iedereen kent, die via de Baxter wordt toegediend of in pilvorm. Dan heb je de doelgerichte behandelingen, dat is ook meestal in pilvorm. En dan als laatste categorie heb je de immuuntherapie, dat is enkel via Baxter toegediend. En die is in staat dus om onze eigen immuunsysteem te stimuleren, zodanig dat dus die kankercellen daardoor kunnen worden opgeruimd. Ja, je zegt het is een hype, hè? Dat laatste. Ja. Is er dan zoveel evolutie te zien in die voorbije jaren, in behandelingen? Ja, enorm veel. Dus ik zeg, ja, ik ben 25 jaar oncoloog, dus ik ben begonnen in de jaren 90. En toen waren er, ja, schrik niet, 10 producten eigenlijk en dat was al. Dus daarmee moest je het doen? Ja, daarmee moesten wij dus al de verschillende organen behandelen. Dus je kunt u wel indenken dat dat eigenlijk geen klus was. Dat was een moeilijke opdracht met een overleving die in die tijd te wensen overleed. Mm-hmm. Eigenlijk, vooral voor de huidkankers dan. En vandaar dat die immuuntherapie nu zo'n hype is, omdat 1 op 5 van de huidkankers eigenlijk nu te genezen is. Terwijl in mijn tijd was dat 0. Dat was echt 0. Ik spreek wel van de patiënten die met slechte prognose, dus met uitzaaiingen, of patiënten met uitzaaiingen in de kleren. Patiënten die vroegtijdig, waarvan het gezwel met huidkanker dus vroegtijdig kon weggenomen worden. Daar heb je 90% genezing, dat is geen enkel probleem. Maar ik spreek van 25 jaar geleden, de patiënten die echt de chemo nodig hadden, dus die de oncoloog nodig hadden, maar dat was de overleving nul. Dus en nu is dat, nu is dat 1 op 5, vandaar dat die immuuntherapie... is natuurlijk een enorme hype. Ja. Maar dat is vooral beperkt tot melanomen. Nu voor longkanker en nierkanker heeft dat ook zijn plaats gekregen. Maar dat is niet zo denderend, zou ik zeggen. Het is vooral voor de melanomen. Dus die 10 producten van vroeger, ondertussen heb je veel meer dat is, mocht bijna maal 10 rekenen, denk ik. Als je al de producten gaat... misschien overdrijf ik nu wel, maar... Het is per orgaan hebben we een hele... Ik zou zeggen, een hele race van producten waar we kunnen uitkiezen. Okay. Dus de overleving van de meeste patiënten met kanker in vergelijking met vroeger, dat is verdubbeld. Of de patiënten worden definitief genezen. Dus je kunt dat eigenlijk niet meer vergelijken met 25 jaar geleden. En er komt nog beter nieuws, want ik zag op gezond.be... nanodeeltjes met koper kunnen kankercellen in muizen doden. Ja, als ik zoiets lees, dan denk ik... Goh, nog 5 jaar wat kankervrij zijn... En dan zal alles wel opgelost worden. Ja, ik ben altijd heel voorzichtig met die nieuwe studies in muizen en in cellijnen. Want natuurlijk, we weten, wij lachen er zelf altijd een beetje mee. Als we zo iets zien in de krant of op de radio, zeggen we muizen en cellijnen, dat is gemakkelijk om te genezen natuurlijk. Hè. Dat zijn geen mensen. Hè. Ja. Dus vooraleer dat die studies dan in mensen gebeuren, moet je toch wel heel voorzichtig zijn... om te denken dat wat in muizen, wat muizen doen genezen, niet rechtstreeks... naar mensen kan vertaald worden. Dus, maar toch, meer mensen worden geholpen? Absoluut. Dat is een feit. Oké, en zo iemand is Raoul Van Renterghem. Ja. Raoul, jij had darmkanker. Hè? Hoe zit dat precies? Over 10 jaar, in 2010, ben ik een staaltje opgestuurd door de huisdokter. En een week nadien, gaan we maar naar het hospitaal. We zullen u de uitslag wel vertellen. En daar hebben ze mij gezegd, darmkanker. Ik zeg, ja, wat moet er ermee gebeuren? Zeggen ze, ja, we gaan eerst 5 weken therapie doen, radio, denk ik. Zoals de dokter zei, ja. Ja, en 5 weken, daarna gaan we zien of dat alles beter is. Ja, het was alles verkleind. En een maand nadien hebben ze mij toch 30 centimeter darm, dikke darm, afgezet. Ja, dus eerst gaan ze het controleren en dan gaan ze het wegsnijden. Ja, hè, en nadien als het... Ze hebben het weggesneden en ze hebben mij ook gezet met een stoma. Want die darm, ja, daar moesten voorzichtig mee behandeld worden. En ze zeiden, ja, dat zal voor levenslang zijn. Oh, dat kan hier toch niet de mogelijkheid zijn. Zij zijn er geen andere dingen. Ja, zegt hij, maar toen is het op eigen risico dat er de nadelen had van vinden. Zeer weinig geweest, maar het waren er. Ja. Ik zeg, ze hebben hem toch achter 8 maanden weggenomen. Ik was er zeer content mee. En ze hebben met ons ook chemo gegeven, met een poortje. Die is hier gestoken op, dat hebben ze slecht gestoken. Dat ze hebben dat achter 5 dagen er moeten uitdoen, want het was verzworen. En toen zijn ze begonnen met pillen te geven. Ze hebben mij pillen gegeven en het schijnt dat het even goed was. Want ik ben er voorlopig vanaf. Want ik heb nog alle maanden mijn bloed moeten laten trekken, onderzoekingen doen. Al tot nu toe... Houd vast al dan. Ja. Er zijn er geen uitzaaiingen geweest. Ik ben er van tijds bij geweest. En dat is heel veel natuurlijk. Als je er van tijds bij bent, omdat het te laat, dat het al uitgezaagd. Maar ik was er van tijds bij. En tot nu toe... Kankervrij nu, op dit moment. Ja, op dit moment. Raoul, natuurlijk, dat moment waarop er gezegd wordt door de dokter... U heeft kanker. Ik kan me voorstellen, uw huwelijk herinner je nog, maar dit is ook zo'n moment... Ja, zeker, zeker. Want... Het was hier in het UZ Gent, hebben ze dat vastgesteld, dat het kanker was. En ik zei, dan mankeer ik nog. Ik heb veel andere dingen gehad, maar ik zei, dan mankeer ik nu echt nog, zeggen dat het kanker is. Ja, zeggen ze, het spijt ons, het moet vaststellen, het moeten zeggen, het is kanker en het is darmkanker. Ik zei, ja, wat is er aan te doen? En dan zijn we eraan begonnen, aan die behandeling. Moet ik mij dat dan voorstellen? Dus je hebt de consultatie, je hebt die behandelingen. Is dat leven van dat ene moment naar de andere? Of? Mijn vrouw bedoelde mij alle dagen naar de bestraling. Alle dagen, 5 weken aan een stuk. En toen die operatie achter een maand. Een operatie, dat was ook 14 dagen hier in de kliniek. En dat was bijna al een keer, wat leeg ik hier nog te doen, hè? Dat gaat er veel door uw hoofd. Ja, want ons denkt het er allemaal aan. Ben ik er vanaf? Ga ik er vanaf geraakt? Zijn er goede middelen? Tot nu toe moet ik de oncoloog gelijk geven. Er zijn veel goede middelen tegenwoordig. Ja. Want ik heb er geen last meer van. Nee. Maar dus, wat vindt u dan het zwaarste? Het fysieke? Het geopereerd worden? Of toch het mentale? Het mentale. Is het zwaarste. Want de operatie, dat wordt niet gewaar. Je gaat onder verdoving en een week nadien is het normaal. Maar het gedacht alleen, al er liggen op denken alle nachten, dat zegt, zou ik er vanaf geraakt. Er zijn er zoveel mensen die er last van hebben, die dat werken, omdat het uitzaaiingen zijn. En voor ons zegt, ik hoop, en tot nu toe moet ik het vasthouden, ik ben er vanaf. En het financiële, is dat een verhaal? Of is dat... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een goede verzekering. Ja. En ze hebben alles betaald voor mij en daar heb ik geen last van gehad. Dat is duidelijk. Want dat is de eerste vraag van het hospitaal. Hè. Hebt u een verzekering? Ja, dat is duidelijk. Oké, Raoul, zo meteen dan praten we verder. Veronique, ook bij u is er kanker vastgesteld, hè? Ja, dat klopt. In 2004 ben ik behandeld geweest met chemo en... straling voor borstkanker. Borstkanker, ja. Heb ik ook een borst weggenomen. Ja. Dan begint eerst de chemo, dan de straling. Dan om de zoveel tijd controle. Dus die zware reis waarover Raoul het spreekt, echt wel... maar ik had nog 2 kinderen. Mijn dochter die had... Plechtig combinie gedaan. Dus ik dacht eerst van, het is van de stress. Ik zat met een stalker. Dus ik kreeg zoiets in mijn borst en ik dacht, ja, dat is van die stalker, van die stress, van die combinie. Want ik zat toen mee in het 40-man thuis voor combiniefeesten. Dus ik deed alles zelf. Dus je dacht eerst, het ligt daar iets anders, iets extern. Maar dan blijkt het toch kanker te zijn. Ja. En dus dan al die therapieën. Hoe was die reis voor u? Is dat ook inderdaad een reis van hoop, teleurstellingen, stress, angst? Of ik denk dat dat normaal is voor iedereen. Want ja, wij waren toen zelfstandig, hè? Maar je wordt zwakker. Ze raden nu aan voor niet in contact te komen met mensen. Dus, maar je staat op de markt. Het is dat beroep, dus ja, wat doe je? Je krijgt de chemo, je blijft 2 dagen thuis, je gaat terug mee naar de markt. Ja. Je staat buiten, je komt met alle mensen in contact. Ja, in die kou ook. Ja. In die kou, ja. Kou, wind, weer. Maar het gaat deur, was zelfs op dat moment zelfstandig. Ja, blijven doorgaan met die behandelingen. Ja. En dan komt er een moment waarop er nog slechter nieuws binnenkomt. Hè? Want borstkanker is al een verhaal, maar plots stopt het, denk ik dan. Wat ja, dan alle jaren op. Dus eerst om de maand, 3 maanden, half jaar op controle, dan ieder jaar. En dan in 2017 ga ik de uitdaging aan door eigenlijk een jeugdvriendin voor een 4-daagse te gaan fietsen voor een goed doel. Ja. Ik heb die 4-daagse uitgereden. Ik heb dan in augustus de 100 kilometer meegefietst. Dus in de ene week is de dodentocht met de fiets, de andere week te voet. Ja. En dan kreeg ik telefoon van de secretaresse van de oncoloog, nee, van de gynaecoloog, dat mijn bloed niet goed was. En dan heb ik gezegd, oké. En nu? Zo rap mogelijk een afspraak. Ik zeg, ja, we zijn nu vrijdag, het is maandag. Ah, dat gaat niet. Ik zeg, ja, zo rap mogelijk. Morgen dan? Hè? Ja, in het weekend werken we niet. Hè? Ah ja, maandag aan in, want het is met de 15e augustus. Wij Bruggen. Ah, oké. Ik zeg, dan wil ik nu de dokter spreken. Dat kan niet. Ik zeg, hoe, dat kan niet. Nee, die is op vakantie. Ik zeg, ah, ik zeg, kijk, ze zijn er met 3 doktoren. Ik zeg, ik wil nu een dokter spreken. Dat kan niet. Donderdag kunnen komen. Ik zeg, ah, dat is een week later. Ik zeg, dan noemde hij rap. Dus daar had je al zo'n beetje het gevoel van, ik word niet onmiddellijk ingelicht. Maar als je dan 1 keer bij de gynaecoloog kwam, wat was er daar verteld? Mijn tumormarken waren gestegen. Dus ja... zoeken waar het was. En dan heeft het eigenlijk 2 weken geduurd. Daar hebben ze iets gezien, maar ze konden het niet benoemen. Onzekerheid. Dus moest ik terug naar de gynaecoloog. Die heeft mij dan doorgestuurd naar de UZ. Die dokter die zei dan van, ja, hoe lang is dat hier al bezig? Dus dat was ondertussen ja, dik 2 weken bezig. Ik dacht, dat kan niet, dat is voor u is dat een ramp. Ik zeg, dank je. En dan heeft hij zo rap mogelijk een kijkoperatie ingepland. En dan is mijn buurvrouw met mij mee geweest. Ja, voor niet alleen te zijn, maar je moet toch onder narcose. Je bent een dag weg. En dan op een gegeven moment lig ik op zo'n plaats met 5. Dus de ene die gaat door, die krijgt zijn verslag van de operatie. En bij mij komt die dokter. Schrijft, weer die stress die erbij komt. Ja. Traplieken dicht. Mevrouw Van Damme, dat wordt terug chemo. Die buik ziet er niet goed uit. En ik heb gezegd, alleen merci, dank je. Bang, ja. En ondertussen, waar zitten we nu? Hoe is het nu gesteld bij u? Is het gesteld, ja. Ik zal het morgen weten. Morgen krijg ik terug uitslag. Vorige week heb ik terug CT-scan gekregen en al. Officieel kunnen ze mij niet meer redden. Het zit in mijn buikvlies. Het is wel dezelfde borstkankergen dan in 2004, maar het zit in mijn buikvlies. Dus ja, buikvlies kunnen ze niet weghalen, want dat zit, beschermt die organen. Dus ik heb eerst in een studie gezeten. En ondertussen is er geen behandeling meer mogelijk? Nee, jawel. Ik zit nog altijd met diezelfde... Die studie is dan stopgezet, omdat ze bewijzen genoeg hadden dat die medicatie het werk deed wat ze moet doen. Nu krijg ik die medicatie wel nog. Ja. Dus ik blijf gewoon... Ja, dus ze houden nu eigenlijk... Stabiel. Stabiel, dat is het verhaal. Hoe is dat in een mensenhoofd om zo te weten van... Ja, het staat vast wat ik heb. Hoe is dat? Psychologisch? Ja, bij mij is de Marianne weg, dat is vooruit. Maar ik vind het moeilijkste van, ach, je ziet er goed uit. Ja, dat is de buitenkant, hè. Wat smink op of wat heeft ze kleren nu aan, een keer anders. En je bent volledig anders, maar het is de binnenkant niet dat ze zien of voelen, hè. Maar elke dag ben je bewust van, ik heb kanker en... Ja, je wordt belemmerd, hè. Ja. Door de medicatie word je belemmerd in dat doen. Want ik ga nu terug de fiets aan daar heen. Toch? Je gaat terug fietsen? Ja, ja. Ik heb dat nu al 4 jaar achtereen gedaan. Dus al 2 jaar in behandeling. 4 dagen van 100 kilometer gefietst. En 2018 van Parijs naar Brussel. Super. 2019 van Amsterdam naar Brussel. En van een jaar ga ik Londen, Gent proberen. Dat vind ik persoonlijk vind ik dat heel straf. Hoe dat je zo'n zotte diagnose krijgt en toch... Inderdaad, je inzet voor een goed doel, denk ik dan ook weer over Think Pink. Think Pink, ja. En dat je dus, ik ben een pinky. Ja, je bent een pinky. Ik ben een pinky. Ja, want dat is iets wat we vaak niet weten, is dat je, dokter, dat je blijkbaar kan leven met kanker. Ja, dus dat is een beetje het geluk met de nieuwe medicatie dat we over daarnet hadden. Dat we inderdaad patiënten kunnen chronisch helpen over jaren. Ja. Ik heb patiënten met uitzaaiingen, en daarom wil ik haar ook een hart onder de riem steken, die 10 jaar en meer in behandeling kunnen zijn. Ja, ja. Dus, echt, dus het is niet omdat je uitzaaiingen hebt, dat je eigenlijk nu dovies ten dode bent opgeschreven. Bij de meeste mensen zit dat misschien nog in het hoofd. Maar in haar geval, ik spreek voor in haar geval, heb ik dus dezelfde patiënten ook, die meer dan 10 jaar in behandeling kunnen hebben met een goede levenskwaliteit. Ja. Ze zegt, ja, ik heb wel last van de medicatie, ik kan niet gaan werken, ik heb gewrichtspijnen of misselijkheid, en dat, inderdaad, dat hoort erbij. Maar ze heeft toch nog daarbuiten de levenskwaliteit, dus dat ze kan sport doen, dat ze toch haar dagelijkse ding kan doen. Okay. Ja, want daar is Chef. Chef, jullie voor alle duidelijkheid. Ja. Jij hebt zelf geen kanker of kanker gehad. Hoe zit het bij u? Wel, al 2 keer geconfronteerd met kanker. Eerst door mijn grootvader te verliezen aan slokdarmkanker. En dat was iets dat heel snel gegaan is. Nog binnen een jaar ongeveer. Er waren ook uitzaaiingen natuurlijk. En nu voor het moment mijn moeder, die al 5 jaar in chronische behandeling is eigenlijk. En die nu op immunotherapie staat. Daar was er eerst ook darmkanker geconstateerd. Daar was het eerst operatief verwijderd. En dan hebben ze ook nog gezien door een PET-scan te doen, denk ik, dat er ook iets oplichtte in de longen. En dat was een ander soort kanker. Dan is er inderdaad chemotherapie geweest, er zijn ook bestralingen geweest. En nu zitten we eigenlijk op een strain van immunotherapie. Ik denk, ja, als je alles samen bij elkaar telt, dat we al dik boven de 60, 70 behandelingen zitten. Dus ja. En je wou iets aanvullen? Ja, ik wou iets aanvullen, inderdaad. Naar de kwaliteit van leven bijvoorbeeld. Het feit dat je om de vaste periode, nu is dat bij mijn mama om de 2 weken, iedere keer die dosissen binnenkrijgt, werkt dat niet cumulatief. En dat dan op een bepaald moment toch de kwaliteit van je leven kan aantasten. Dat is een beetje het voordeel, gelukkig, van de immuuntherapie, is dat je dat eigenlijk jaren kunt toedienen. Hoe lang dat we als de patiënten stabiel blijven, wat we tot nu toe nog niet weten, is wanneer dat we kunnen stoppen. Ja. Dus daar zijn heel wat vragen daaromtrent, studies daaromtrent mee bezig. En we hebben niet echt een goede merker die zegt van, ja, dat moeten prikken, daar moeten naar kijken, nu kunnen we stoppen. We weten dat niet. Wat we wel weten als er gestopt wordt bij bepaalde patiënten omwille van bijwerkingen of de patiënt wordt mentaal moe van het ziekenhuis te komen, dat kan ook. Als de patiënt dan hervalt, dat we terug kunnen herstarten en dat de patiënt terug antwoordt op de behandeling. Ah, toch? Ja. Ja. Oké, dat is positief. Dat is al aangetoond, ja. Ik denk dat mijn moeder inderdaad een beetje in die fase is. Ze heeft nu ook al met haar oncoloog en ze heeft daar nu ook begeleidingen gevonden voor dit topic aan te snijden van... het is inderdaad, zoals dat meneer ook zegt, dat speelt heel de dag in je hoofd. Is dat mentaal? En ook als omgeving dan? Of? Goh, ja, wel, ja. Ja, het is moeilijk voor je, iemand dat je moeder is, daar mee om te gaan, die problematiek. En wat dat mijn persoonlijk aanvoelen is dat er naast die behandeling er eigenlijk ook een soort net zou moeten zijn voor die mentale, psychische behandeling. Want dat toch ook niet links mag laten liggen worden, want dat is belangrijk. Ja, ik zie u knikken, dokter. Ja, normaal gezien, in ons ziekenhuis is dat, denk in de meeste grote ziekenhuizen toch, maar als we een groot aantal patiënten hebben, heb je dus een team van psychologen, oncopsychologen. Dat is nog betaald geweest in de tijd door het kankerplan van Onkelinx, minister Onkelinx. We zijn daar toch dankbaar voor. Dat we daar, meer oncopsychologen kunnen nanemen. Hè, want we werkten vroeger maar met één voor Hans. Allee, de patiënten, zowel op de dagkliniek als boven. Dat was eigenlijk niet haalbaar. Maar nu zijn we toch al met een team, 3, 4 mensen. Dat scheelt toch al een heel stuk. En die mensen zijn daarop getraind, hè, van dus specifiek met kankerpatiënten om te gaan. En die doen dat eigenlijk heel goed. Ja, ja. Heb je daar gebruik van gemaakt, Raoul? Ja, ik heb zo iemand gezien, maar één keer. En het was bij het verlaten van de kliniek dat ze zeiden dat en dat mogen doen. En als het niet gaat, bel ons weer. Maar ja, ja. Ik was er vanaf, eerlijk gezegd. Ja, ja. Je hebt zoiets optimistisch, ja, ja. We gaan door. Ik ben blij dat ik naar buiten kan. Ja, 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 ja. Dat was het probleem. Okay. Ik zei, het zit er nog altijd wel in dat ik er niet op denk. Het is morgens dat ik wakker word, ik zeg. Ja, zou het niet zijn, zou het niet zijn. Maar tot nu toe... Dat bleef er meedragen. Ja, dat bleef er meedragen. Ja. Eén keer kanker is eigenlijk nooit meer mentaal kankervrij. Zo kan je het zien, toch? Nee. Zelfs ik vind dat ook. Ja. Want ik had zo... Like dat ik ieder jaar op controle moest, die 2 weken ervoor. Nee. Ach. Verschrikkelijk. Oh, spreek mij niet aan, hè. Zelfs mensen zonder kanker, als ze een bloedtest moeten afnemen, dan is dat al een week wakker liggen, zo van oei, oei, wat gaat het zijn? Maar dat is eigenlijk nog 3 keer erger dan. Dan denk ik, mens, waar zit jij mee bezig? Waar mocht je geen spel van? Voel je soms zo'n beetje een last naar je omgeving als kankerpatiënt? Of mentaal? Of... Ja, nee, je kunt niet alles. Dus, je wordt in bepaalde dingen worden belemmerd. Dus ja, je bent dan... Allee, ja. Je bent een last. Ja. En je voelt je schuldig dan? Of hoe moet ik dat zien als patiënt? Of? Schuldig. Ja, je hebt er niet om gevraagd. Hè. Eigenlijk kun je dat niet schuldig voelen. Want ja, het is iets dat... Ja, door omstandigheden krijg je het. Want ik ben nu getest op het gen. Ik heb het gen niet. Dus het was in 2004 brute pech dat ik kanker gekregen heb. Het is nog brute pech dat ik het voor een 2e keer gekregen heb. Ja. Jeff, herken je daarin zo? Hoe is het bij je moeder? Voelt zij zich schuldig? Voelt ze zich een last? Voelt ze geen last? Of... Goh, het is een beetje dubbel, denk ik eigenlijk. Ik denk dat je ook een bepaalde trotsheid hebt. En ik noem dat dan een beetje de Vlaamse manier van suck it up. En ja, ik probeer verder te doen zoals ik het altijd al gedaan heb. Ja. En dat dat een beetje een interne strijd is die mijn moeder heel hard voert met zichzelf eigenlijk. Van ja, soms heeft ze een paar dagen dat het niet goed gaat. En dan wil ze dat ook niet aan haar hart laten komen en bleef ze verder doen. Ze vieren vrouw. Ja, ja. Dus, en dat, maar dus, ja, iedereen moet dat op zijn eigen manier mee omgaan. En naar last toe, ja, ik denk inderdaad, mijn grootmoeder is er ook nog, die eigenlijk dan eigenlijk, ja, heel dicht bij mijn mama staat, die ja, dagelijks eigenlijk die telefoons krijgt van als de scan er aankomt. En ja, dat is 2 weken op voorhand inderdaad al, dat begint te leven. He. Dus van, wat gaat het nu zijn? En... Dus je hebt niet enkel de patiënt die er naartoe leeft, naar dat moment? Nee, dat is eigenlijk iedereen een beetje samen. He. Ja, dus van, ja, dat we allemaal afwachten en is dat de telefoon dan komt van, ja, het is oké, het is nog altijd even klein en het is niet groter geworden, dan is dat terug een rustpauze. En dat is like een elastiek die terug opgespannen wordt na de volgende sessie. Ja. Ja. Raoul, bij u is het ook, hè, want jij moet binnenkort weer... gecontroleerd worden. Dus weer die stress, hè? Ja, maar eindelijk niet meer op kanker. Maar mijn nieren falen nu. Och. Door de reden van de kanker. Want ik heb 4 keer... ook nog eens de naweeën. Ja, want ik heb 4 keer nog een RMI moeten gaan. En ze spuiten nu speciale vloeistoffen. En het is die vloeistof die nu op mijn nieren werkt. Omdat ze het zolder beter zouden kunnen zien. Ja. Ik ben er van de kanker vanaf, maar nu zit ik met mijn nieren daar natuurlijk. Hè. Ja, okay. En nu moeten we alle 3 maanden gewoon... En tot nu toe, ik heb gisteren geweest, hebben ze mij gezegd, ja, ze zijn iets verbeterd. Hetgeen dat ook al zeer verwonderlijk is, hè, want normaal verslechtert het altijd op ouderdom. Want je moet altijd een ouderdom ook meerekenen. Maar ze zijn verbeterd. Ze ben daar, want anders is het nierdialyse en dat is nog wat anders. Maar daar spreek ik niet van, niet iets met kanker te zien. Maar het is de reden door de kanker dat ik dat nu heb. Ja, ja, ja. En dat is mijn probleem natuurlijk ook. Hè. Alle 3 maanden. Het is een zeer lieve dokteres. Ja. Nee, dat graag. Ja. Ja, die vrouw, deze jongen. Je verlangt om om naar het ziekenhuis te gaan. Het is niet erg om bij de liefde. Jammer. Het is niet erg. Maar nog liever dat entertain, die hoesting moeten zitten. Ja, 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 ja. En thuis zitten en zeggen, ja, dan moet ik er weer naartoe, moet ik weer zien, moet ik weer lang, moet ik daar. Oké. Want als ik dit hoor, Raoul probeert het positief te bekijken, is dat ook niet iets wat dat we meer en meer in ons bewust gaan moeten van worden? Dat die therapie zorgen dat we langer leven, daarom niet kankervrij leven, dat er soms eens wat nadelen zijn, maar dat we ook een beetje dat erbij moeten nemen dan? Of dat we als patiënt toch iets dankbaarder gaan moeten worden, in die end of zo? Ja, natuurlijk. Allee, ik ben zeker dankbaar, want ja, mijn doel is natuurlijk van meer en meer mensen te helpen en te kunnen genezen. Daarvoor ben ik opgeleid. Hè. Dat is mijn doel. Daar vecht ik ook elke dag voor mijn patiënten, met mijn patiënten mee. Dus ik ben zeer blij dat ik die producten heb. Maar wij moeten altijd de balans maken. Voor elke patiënt is dat anders en vandaar dat ons beroep zo moeilijk is. Van wat is het voordeel voor de patiënt en wat is het nadeel? En dat is een hele moeilijke evenwichtsoefening voor ons, omdat je kent de patiënt eerst niet goed, dus je moet hem een beetje leren kennen. Mentaal, fysiek, zijn bloedafname en zo verder. Want je begint met een product, maar ja, dat is allemaal schoon beschreven in studie. Dat zijn de bijwerkingen, tjak, tjak, tjak. Je weet dat allemaal in je hoofd, tjak, tjak, tjak. En dat zijn de bijwerkingen, daar moet ik op letten. Hè. Maar iedere patiënt reageert anders. En vandaar de moeilijkheid. Daarin hebben wij een zeer moeilijk beroep. Dat is altijd die evenwichtsoefeningen van opgelet. De levenskwaliteit van de patiënt zoveel mogelijk bewaren. Maar we moeten ook zijn leven kunnen redden. Dat is altijd prioriteit. Het is een balans. Het is een balans. We zorgen wel voor de balans. Want het is niet de bedoeling. Want ik heb al zo'n patiënten nadien in mijn handen gehad. Die ergens anders behandeld worden geweest zijn en zo, dat de levenskwaliteit van de patiënt nadien benadeeld is. Want je kunt de patiënt zodanig behandelen, hij is inderdaad gered, maar dat hij toch nog nadelen heeft, waardoor dat zijn levenskwaliteit nadien serieus benadeeld is. Ja. En dat willen wij toch... Allez, dat is in de eerste plaats dat we toch willen vermijden. Want er is een leven na kanker. Hè? Ja, dat er een leven is na kanker. En ben je bewust als oncoloog van die stress die daar rondhangt, zoals dat Jeff ook beschreef, zo... Wij beleven dat mee. Je ziet dat in de ogen van de patiënt. Je ziet dat in de ogen van de patiënt, de mantelzorger die meekomt. Je ziet dat onmiddellijk. Hè. En wat doe je dan in de communicatie? Hard zijn, eerlijk zijn, wiskundig zijn? Nee. Naar de communicatie van de patiënt. Probeer altijd eerlijk te zijn met je patiënt. Want als je niet eerlijk bent, dan is het vertrouwen van de patiënt zoek en hij is weg. Dus je raakt ook zelf in de knoei. Hè. Als je begint te liegen, om de duur kun je er zelf niet meer aan uit aan je verhaal. Hè. Dus je verhaal moet kloppen. Hè. Dus, want de patiënt kan op elk moment vragen, mag ik een kopij van mijn dossier? Hè? Mag ik een kopij van mijn bloeduitslagen? Mag ik een kopij van mijn bloedresultaten? Van dit, van dat? Dus de patiënt kan je op elk moment eigenlijk controleren. Dus jij moet eerlijk zijn. Wat dat je niet moet zijn natuurlijk, is de patiënt tegen de rug duwen. Met de muur tegen de rug duwen. Met de rug tegen de muur, ja. Duwen. Want hij moet nog kunnen leven met zijn verhaal. Hè. Ja. Hij moet er kunnen mee doorgaan. Dus, die hoop is belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is ook bewezen in studies. Ook al weet je in je achterhoofd, de patiënt heeft een overleving plus minus zoveel. Wij gaan dat ook nooit zeggen aan de patiënt, want wij kunnen ons vergissen. Hè. We kunnen ons altijd vergissen. En jullie doen het niet bewust? Het is gewoon omdat je... Nee, omdat wij ons vergissen. Ja. Ik bedoel, de patiënt, als we ze nu weten, die patiënt heeft een overleving, 5 jaar van, pak nu 75%. Wij gaan dat nooit zeggen aan de patiënt. Want de patiënt kan zowel in de goede groep zitten als in de slechte groep. Ja. En de patiënt zit met dat cijfer in zijn hoofd en dat gaat er niet meer uit. Dus dat doe je niet. Je zegt aan de patiënt, je geeft zoveel mogelijk hoop en zegt, we gaan ervoor, we pakken de strijd aan, we gaan er samen door. Jij doet de helft, ik doe de helft en we gaan er het beste van maken. Ja. En dat werkt heel goed en hoop doet leven en ja, dat is ook zo. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, er is chemotherapie, er is immuuntherapie, maar er is ook het optimisme van Raoul. Ja, absoluut. Ik zie wel. Want dat is een groot voordeel. Hè. Ik ben een optimist. Ik trek alles en denk... In topstollen ze er liggen, kunnen niet slapen, wel de verpleegster kwam s'nachts bij mij zitten en een babbelke doen. En toen viel ik van haar gezag in slaap. Maar dat zijn veel dingen. Maar ik vertelde altijd iets en ik zat dus nooit, ze komt, niet in mijn bed, ik liep daar rond en ik keek altijd wat ik iemand eens een keer kost een woord vertel. Ik word er belachen altijd, maar ik ben een optimist op dat opzicht. Ik heb veel dingen gehad. Maar ik ben het altijd en denk ik het ook dat ik zeg, geen probleem van maken. We gaan door. Ja. Zoals dat ze Gent zijn, niet pluien. Niet pluien, ja. Ja. Nee, dat is heel juist. Ja. Maar ik zeg, ik heb wel veel steun van mijn vrouw. Tuurlijk. En die had mij last alles, ja. Last alle kanten, zoveel mogelijk. Hè. Want als ik dat niet moest hebben, dat ik er moest alleen zitten. Zo misschien zoveel niet lachen. Maar nu kan ik nog alles in plezier trekken. Hè. Dat ik zeg, kom, waarom we dat doen, waarom we dat doen. Waarom we daar geen drama van maken. Ik zeg, ik zal er kijk wel op denken. Ik zeg, moet jij daar geen zorgen over maken. Ik zeg, als je voor mij zorgt, is het geen probleem. En dat doet ze. En voor al de rest zeg ik, je moet het zo doen, of anders zit de ganse dagen te piekeren en te doen. Want mijn vrouw rijdt nog per fiets, ik doe niets niet meer. Ja. Maar zo... Ik doe nog wel iets, kunt u zeggen, en dat is kaarten, maar er is niet veel beweging in. Toch mentaal ja. Daarmee bezig zijn. Ja. En 2 dagen in de week ook gaan petanken. Ah. En ik heb dat altijd... is bewegen, hè? Dat is bewegen. Hè? Ah, dat is bewegen. Dat is bewegen. Voilà, kijk. En ik heb nog geen ijzer nodig, ik kan me altijd genoeg bukken, dat ik ze zo kan oprapen. En ze zeggen dat ik wel, dat niet. En ik nu dan zeg ik, koopt u dat, je moet regelen. Nee. Vrouwen blijven bewegen. Herkenbaar ook bij je moeder, die zo'n fiere vrouw is, die blijft vechten. En jullie die dan steunen aan de zijlijn ook? Ja, maar mijn ups en downs eigenlijk wel. Ja. Ja, ook in het begin was mijn moeder niet te harden en die ging dan wandeltochten gaan doen samen met haar man. En ja, ik verbaas me en dat zijn dan signaal naar mij toe van ja, goed bezig. En, maar soms kan het inderdaad ook achteruit hollen. Besef je dan dat je een functie hebt als omgeving om te zeggen, kom aan moeder? Ja, zeker en vast. Maar dan denk ik dan terug dat van persoon tot persoon anders is. En dat iedereen wel een keer een zwak moment heeft en zegt van ja, nu zie ik het eventjes niet meer zitten. Ja. En misschien dat ook herkennen en even ook allemaal samen down zijn om dan daarna weer die kracht te vinden. Wat vind ik ook sterk aan uw verhaal, Veronique, dat je zegt van ik zet mijn info Think Pink. Ja. Die kanker heeft u goed liggen gehad, maar een middelvinger naar die kanker en u inzetten voor anderen, waardoor dat ook allemaal niet voor niets is hier uw lijdensweg. Ik wil anderen, want er zijn er veel die oh, ik heb kanker, en die zitten daar en dit. Nee. Vechten. Gaan. Dat is al een helft van een genezing, zeggen ze altijd. Ja. En ik wil ook zoiets... Ik wil bewijzen van, kijk mensen, oké, kanker, ja. Het is heel simpel iets. Het is niet gemakkelijk voor mij om te gaan. Je hebt goede dagen, je hebt slechte dagen, maar die geen kanker hebben, die hebben ook goede en slechte dagen. Dus ja, kom aan, we gaan ervoor, we gaan met fietsen, we gaan in beweging zijn, we zijn buiten. Ja, dus blijven gaan, blijven u inzetten, die positieve energie vinden. Ja, dat is een stuk van uw therapie. En dokter, er is ook iets wat wij allemaal thuis ook kunnen doen. Dat is namelijk een beetje niet te extreem leven, maar ook bezig zijn met preventie van onze gezondheid, toch? Ja, dat is een beetje mijn stokpaardje. Ja, nu gaat iedereen weglopen. Afzetten, nu gaat iedereen weglopen. Het is voorbij met deze podcast, maar we kunnen er iets aan doen, hè? Toch? Ja, dus de gezonde levensstijl, geneeskunde, dat kent echt zijn opmars. Dat komt weer van de Verenigde Staten overgewaaid, waar ze ook obesitas kennen natuurlijk als epidemie. Hè, bij ons ook natuurlijk. Overgewaaid Nederland, nu druppelt dat binnen bij ons. Dus preventie, maar voor alle chronische ziekten, dus niet alleen voor kanker natuurlijk, maar gezonde levensstijl, dus bewegen inderdaad op de eerste plaats. Niet roken, uiteraard. Het drinken beperken, alcohol tot 1 glaasje per dag. Ik ben niet te streng, denk ik. Nee. Van nog mee, hè. Gezonde vetten mag van mij echt. Dus gezonde vetten, van mij moet je absoluut niet op margarine. Raoul, dus neemt gewoon maar gerust een goede boter. Boerenboter. Een goede boerenboter. Ja, maar... ik eet dat elke dag, dat is super lekker. Ja. En, juiste zondag. Juiste zondag bij een pistolet. Dus inderdaad, vooral, wat ik zeker op hamer, ook voor kankerpatiënten is dat belangrijk, want dat is nu bewezen. Dus vermijd snelle suikers, maar ook voor ons die geen kanker heeft is dat belangrijk. Snelle suikers vermijden, dus al witte suikers. Wit brood, wit pasta, frisdranken zou van mij verboden moeten worden. Zeker in de ziekenhuizen, overal. Dat is brol eigenlijk, toxisch. Ja, iedereen gaat weglopen nu. We zijn iedereen kwijt. Maar oké, als we nu zeggen van we letten allemaal wat meer op onze gezondheid, we leven wat preventiever, we drinken bijvoorbeeld niet meer in de week en kunnen het weekend nog eens genieten. Dus we leven minder extreem. Ja. Wat zou dan het voordeel kunnen zijn van, naar het aantal kankergevallen? Wel, 1 op 3, maar ik spreek nu 1 op 3? Ja, dat is voor alle chronische ziekten, voor kanker ook. 1 op 3 van de kankers kunnen we eigenlijk vermijden. En op de eerste plaats aan longkanker, uiteraard. Ja, het roken, denk ik dan. Het roken is een verschrikkelijke doder. Dus zowel... dus longkanker, slokdarmkanker, nierkanker, cardiovasculair, cerebraal. Dat is de grootste dooddoener. Ja. Ik persoonlijk, en ik ben blij dat ik het een keer mag zeggen in het publiek. Ik hoop dat ik weet niet, minister van Gezondheid zal niet akkoord zijn met mij, maar ik vind dat de mensen die dingen produceren die slecht zijn van de gezondheid en die dat ook weten. Dus ik spreek van de rookindustrie. Ik spreek van de frisdrankindustrie, van de snickerindustrie, Mars en alles en nog wat. Die weten dat. Dan ze eigenlijk de mensen ziek maken, sorry. Die zouden van mij... Oké, ze weten dat, ze produceren dat, ze maken de mensen ziek. Moeten ze een derde mee betalen. Ja, sorry. Om onze gezondheidszorg betaalbaar te maken. Ja. Ja. Te houden vooral. Ja, ja, betaalbaar te houden. Want in Nederland zitten we ook met handen in een haar. Wij zitten ook met onze handen in ons haar. Maar in Nederland hebben ze wel een systeem van enveloppes. Hè? Het enveloppensysteem en zo. Maar daar is de oncoloog natuurlijk weer niet gelukkig mee. Want dan stopt het op een bepaald moment voor de patiënt ook. Dus je vult een enveloppe met geld, bij wijze van spreken. En wanneer het geld op is, dan stopt de behandeling. Ja, maar daar is de oncoloog niet gelukkig mee natuurlijk. Ja. Dat is in België gelukkig, bestaat dat nog niet. Wij houden dat zoveel mogelijk tegen, want de oncoloog wordt daar doodongelukkig van. Maar ik denk, als we kunnen inzetten op preventie, waar dan Nederland nu mee bezig is, want in Nederland wordt dus een coach terugbetaald 3 jaar aan een stuk om de gezonde levensstijl aan de patiënten aan te leren. Voor alle patiënten, hè, dus alle patiënten wordt terugbetaald. Dus die mensen, dus de levenscoach, er is een opleiding voor, die begeleidende mensen, die worden terugbetaald. Dus dat is een extra aanzet en dat gaat ons... miljarden euro sparen, die chronische ziekten, want ik spreek ook van dementie, ik spreek van multiple sclerose, ik spreek van hartlijden, nierlijden, diabetes type 2. Mensen met diabetes type 2 kunnen dankzij de gezonde levensstijl van de medicatie afgeraken. Raoul is daar een voorbeeld van. Hij volgt vetarm, suikerarm dieet. Het is niet prettig, ik weet het, maar als we een beetje inbinden op onze ongezonde levensstijl, onze verantwoordelijkheid nemen. Neem ook de verantwoordelijkheid voor de ander, want je maakt dus de medicatie betaalbaar, waardoor dat de geneeskunde betaalbaar ook voor je buur, voor je beste vriend, voor je familie. Samen onze verantwoordelijkheid nemen. En dan maar hopen dat de medische sector plots het wondermiddel vindt, waardoor we er nooit Ik heb nog altijd hoop dat we toch zover gaan geraken. Daar gelooft u in? Ja. Oké. Dat vind ik hoopvol. Ja. En het is hoopvol dat jullie zo optimisten zijn. Ja, dus ik vond het leuk met jullie... Op dat gebied toch. Want, ik heb hier een dieet gekregen, want ik heb diabetes 2. Ik heb hartfalen, ik heb van alles. Ja. Maar met het dieet dat ze mij nu gegeven hebben, voel ik mij al... het is een bewijs. Maar ik heb nooit geloofd. En je leeft ook 10 jaar langer dankzij de gezonde levensstijl. Dat is bewezen. Wit op papier. Dan denk ik dat we niemand verloren zijn, dat iedereen nog blijft kijken. Nu gaat iedereen wel denken, voilà, we vliegen erin deze week. Ik dank jullie voor uw komst naar onze studio. Zo, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast van gezond.be, namelijk ongezouten. En dank ook aan onze gasten. Oncoloog Christel Fontaine van het UZ Brussel, Raoul van Renterghem, Veronique Van Damme en ook Jeff Van Loo. En u natuurlijk bedankt voor het kijken. Heel graag tot binnenkort. Thank you.